Hey, ik ben Jullie. Ik werk als vastgoedmakelaar bij Riesga Vastgoed, sinds januari aangesloten bij Groep Vlaming. Als vastgoedmakelaar kreeg ik heel wat vragen over de bijkomende kosten bij de aankoop van een onroerend goed. We geven jullie graag een overzicht. In eerste instantie zijn er de verkooprechten dikwijls op de registratierechten genoemd. De registratierechten worden berekend als een percentage op de aankoopprijs. Het tarief dat gehanteerd wordt is afhankelijk van verschillende factoren zoals de prijs van de woning, de ligging van het goed en ook persoonlijke omstandigheden. Het is dus belangrijk om elk dossier afzonderlijk te gaan bekijken. In Vlaanderen kunnen we over het algemeen zeggen dat je bij de aankoop van een enige en één woning 3% betaalt en bij de aankoop van een tweede woning 12%. De registratierechten zijn voornamelijk van toepassing bij de aankoop van een bestaande woning. Koop je echter een nieuwe woning, dan zal er veelal rekening gehouden moeten worden met het BTW-stelsel. Over het verschil tussen BTW en de registratierechten zal Nicolas in een latere video meer uitleggen. De derde kost waar je rekening mee moet houden zijn eigenlijk de notariskosten. Het eerloon van de notaris is een percentage van de waarde van het huis. Daarnaast zijn er ook een administratieve kosten voor de akte. Dat is meestal een forfaitair bedrag. Ten slotte moet je nog rekening houden met eventuele diverse kosten. Een voorbeeld hiervan zijn de aansluitingskosten bij het kopen van een nieuwe woning of een nieuw appartement. Het is zeer belangrijk om te benadrukken dat elk dossier afzonderlijk bekeken moet worden. Heb jij vragen over jouw persoonlijke situatie? Neem dan zeker contact met ons op en we staan je bij met onze expertise. Tot binnenkort!